Het laatste wapenfeit van de nu ex-minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, is het in ontvangst nemen van twee aluminium patrouilleboten. Deze vaartuigen zijn geschonken door de Amerikaanse ambassade na een verzoek van van Dijk-Silos. De overdracht vond afgelopen dinsdag plaats bij de marinetrap. Na het ondertekenen van de overdrachtsovereenkomst overhandigde ambassadeur Edwin Nolan de sleutels aan de ex-bewindsvrouw die ze op haar beurt overdroeg aan de korpschef Agnes Daniels. Nolan sprak de hoop uit dat deze patrouilleboten ertoe zullen leiden dat de Surinaamse politie beter haar taken te water kan uitvoeren. The maritime unit is an important priority for the U.S. Embassy in our efforts to support Suriname's institutions. Effective police forces are a key component of any country, and every police force has to meet the unique challenges of its country's operational environment. Suriname is blessed with a network of rivers that continue to be among the country's most important thoroughfares for trade and transportation. Like all thoroughfares, however, these rivers require police presence to protect citizens and combat illegal activity. Today's donation includes two 21.5-foot long aluminum boats powered by 150 horsepower Mercury motors, along with trailers and life vests. In addition to these boats, the U.S. Embassy is working to develop training for the Police Maritime Unit that will enhance the unit's ability to patrol Suriname's rivers and ensure these boats remain in service for many years to come. De ex-bewindsvrouw, die heel blij was met de schenking, gaf aan dat de quarantainrivier nu goed beheerst zal worden. Van Dijk-Silos zei toen dat hiermee de strijd tegen drugs en trafficking in person of mensenhandel verhevigd zou worden. We zijn heel erg blij. Eén boot gaat naar de quarantainrivier, dat kunt u al raden. Eentje zal hier ter beschikking zijn voor de maritieme politie. Waarbij we ook snellere boten hebben hier aan Paramaribo en omstreken om onze strijd voor te zetten. Onze strijd zal verhevigd moeten worden tegen de strijd tegen grensoverschrijdende drugscriminaliteit, trafficking in person. Met dit gebaar zijn we een stapje dichterbij. Met dit gebaar hebben we tevens een kleine ondersteuning voor wat de backtrackroute betreft. Zoals u weet zal de backtrackroute, of de backtrack, hoe we het willen noemen, zal bij ons wat controleposten krijgen. Het zal gereguleerd worden. Er is ontzettend veel smokkel in de kering, dat weten we ook. En wij verwachten, echt vrij snel, aan de politie in de kering resultaat met deze boot. Aldus Jennifer van Dijk-Silos, ex-minister van Justitie en Politie, afgelopen dinsdag bij de overdracht van twee patrouilleboten aan de maritieme politie van het KPS door de Amerikaanse ambassade. Zij bracht toen nog naar voren dat er ontzettend wordt gesmokkeld in Ikeri. Met deze boten zal ook dit euvel aangepakt worden.